Wie zijn fiets in het centrum van Zwolle op een verkeerde plek neerzet, kan binnenkort zomaar een boete krijgen. De gemeente Zwolle start binnen korte tijd met een proef om specifieke delen van de binnenstad fietsvrij te maken. Ik kan me wel iets bij voorstellen dat dat er mooier uitziet, zeker als je er ook terrasjes hebt. Maar misschien moeten ze dan ook een alternatief hebben voor die fietsen die dan niet meer ergens kunnen. Dus meer parkeerplekken? Ja, op een andere plek misschien duidelijke parkeerplekken maken voor fietsen. Ja, dan dat 10 jaar eerder moeten doen. En waarom hadden ze dat 10 jaar eerder moeten doen? Ja, daarna die ellende nog niet gehad. Dus u vindt dat de fietsen gewoon in de vakken geparkeerd moeten worden? Ja. En de fietsen die los zijn, gewoon meenemen. En ze gewoon een boete laten betalen? Ja, dan kun je de fietsen weer ophalen. Ik kan me heel goed voorstellen dat de gemeente zegt, we willen binnen bepaalde vakken willen we dat neerzetten. Dus dit is een soort luiheid, maar ik zou er absoluut voor zijn om het straatbeeld wat mooier te maken. Maar u heeft de fiets net ook zelf neergezet. Ja. Waarom zet u hem niet 10 meter verderop in de vakken? Omdat het daar ook vol is. Omdat het daar vol is? Ja. Dus daar zou de gemeente dan wel iets aan moeten doen? Ik vind wel, want er moet meer gelegenheid geboden worden tot om fietsen te kunnen parkeren. De proef wordt gestart om het aanzien van de binnenstad te verbeteren. Dus fout geparkeerde fietsen moeten nu echt in de fietsenrekken.